Pidgey doet wel even een quick attack, want hij wil me toch wel graag raken blijkbaar. Kijk dit! Kablam! Oh my gosh, deze Eevee, jongen. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we verder met onze Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. En tot nu toe heeft gelukkig iedereen het overleefd. Ik zie hier een Chansey en ik mag hem niet vangen, want ik heb op deze route al een Pokémon gevangen. Ah, dit is echt zuur. Even kijken hoe het met mijn team staat. Ja, het ging niet zo goed met Queen, dus die moesten we eventjes een potion geven. En ik geef ook gelijk even een potion aan Sky, want jullie weten waarschijnlijk wel wat er nu gaat gebeuren. Kijk eens, nog een Clefable ook. Gewoon een Chansey en een Clefable en ik mag ze allebei niet vangen. Dit is zo niet cool. Oh, ik ga hier weg. Ik ga hier weg. Ik ga richting Jesse en James. Hier zijn ze. Jesse en James. Ze zeggen stop right there. Here. Ze willen me pakken. Maar dat laten we ons mooi niet gebeuren natuurlijk. Ze zeggen de fossielen. Ze zijn van ons. Ah, hoe ben je hier gekomen? Hoe was jij eerder? Wij zijn Team Rocket. Ik ben Jesse. En ik ben James. En dit is Meow. En ze zeggen dat ze samen wel even die fossielen mee gaan nemen. Nou, ik denk het mooi niet. Dan kan je nog zo'n mooie leuke Team Rocket animatie hebben. Maar nee, dat gaat je niet lukken. Zoals jullie weten doen we een Nuzlocke Challenge. En Jesse en James, als zij een Pokémon van mij down krijgen, dan heb ik een probleem, want dan mag ik hem niet meer gebruiken. Dan is hij dood en dan mag ik hem nooit meer gebruiken in mijn playthrough. Het is een Koffing van level 12 en een Ekkers van level 12 tegen Eve level 15 en Sky level 13. Ja, mijn fighting attack gaat niet zo heel veel doen, dus ik doe een quick attack. En ik ga eerst voor Ekkers. En Sky, doe jij ook maar gewoon een quick attack. En doe die ook maar gewoon op Ekkers. We gaan vol op Ekkers. De bedoeling is altijd dat je één van die twee zo snel mogelijk down krijgt. Eén van de twee moet zo snel mogelijk weg. En dan doet Ekkers acid. En dan hoop ik dat het meevalt met mijn Pokémon. Ze zijn niet poisoned in ieder geval. Koffing doet een tackle. Dat gaat Sky ook overleven. Oké, dit gaat lekker. Dit gaat lekker. Ik heb er vertrouwen in. Eevee, jij mag nu vol op Koffing. Want jij doet meer damage. En dan mag Sky mag het af gaan maken. Pidgey mag Ekkers af gaan maken. Ik denk dat het wel moet lukken. Kom op. Lekker Eevee. Lekker Eve. En Sky, kom op tegen Ekkers. Yeah! Ekkers is down. Dat is lekker. Bye bye Ekkers. Hoppakee. 68 XP, Sky 57 en Spruitje, onze Bellsprout is dat, die gaat de leveltje omhoog naar level 14. Ja, kijk, nu doet hij Poison Gas. Daar word ik niet zo blij van. Daar word ik helemaal niet blij van, want dat poisont gewoon Eve, hè. En dat poisont ook Sky. Dus nu zijn we allebei poisoned. En dit is iets waar we op moeten letten, jongen, want hiermee kan het echt gigantisch fout gaan. Even kijken hoor, Sky die houdt 21 HP over. Ja, ik denk dat dat dan toch wel goed moet gaan komen. Even kijken wat er gebeurt als ik Gust gebruik. Misschien is Gust net even wat sterker tegen Koffing. Ja, we hebben sowieso nog wel een beurt nodig hoor om Koffing te verslaan. Oh, hij doet tackle. Op wie doe je tackle? Op Eve. Oké, dat is top. Dat mag. Eevee gaat het allemaal overleven. Ik denk dat dit wel goed gaat komen. Alhoewel we wel veel last hebben van die poison. Oké, deze eerste encounter met Jesse en James heeft in ieder geval niet voor problemen gezorgd, jongens. Ik ben toch elke keer wel weer zenuwachtig als ik zo'n battle aan moet gaan, hoor. Man, want ja, nogmaals. Als ze een Pokémon van me verslaan, dan is hij gewoon dood. Dan mag ik hem gewoon niet meer gebruiken. Maar het is gelukt. En Sky gaat zelfs ook een leveltje omhoog naar level 14. Hoppa, dat is lekker. Nice. En ook Steenkop, dat is onze Geodude. Die gaat naar level 10, dus dat is top. En dan kunnen we eindelijk uit deze grot, uit Mount Moon. Sorry Jesse James. Nou, helemaal geen sorry. Ik heb er geen spijt van. Ik vind het alleen maar top dat het gelukt is. Doei! Ze zijn er weer vandoor hoor. Alright, dan kunnen we richting de uitgang van de grot. Volgens mij kom ik hier geen battles met trainers meer tegen. Jee, en dan zijn we buiten op route 4. En hier mogen we weer een nieuwe Pokémon gaan vangen. En dan ga ik denk ik even een lure aanzetten. Ik heb een lure. Dit zorgt er namelijk voor dat er sneller zeldzame Pokémon in de wereld verschijnen. Dus dat zou heel erg lekker zijn. Ik weet namelijk dat je hier in de buurt gewoon een Charmander kan vinden, jongens. Dat is geen grap. Op deze route kan je Charmander vinden. We pakken 5 Pokéballs. Wij mogen dus alleen de eerste Pokémon vangen die we zien. Dus ik ben heel erg benieuwd welke we dan als eerste zien. Terwijl Butterfree volgens mij iets gevonden heeft. Of niet Butterfree? Heb je iets gevonden? Ja, kijk eens. Hij heeft een Nanaberry voor mij. Thanks Butterfree! Oké, dan gaan we snel naar het stukje gras toe. Om te kijken welke Pokémon... Oh, wacht. Eerst nog even deze Pokéball oppakken. Oh, wacht. Nou ja, Butterfree heeft het in ieder geval ook naar de zin. Pak het, wat is het? Een Repel. Dat is als we geen wilde Pokémon tegen willen komen. Kan misschien ook nog wel eens een keer handig zijn. Maar daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Het is een Sparrow. Het is een Sparrow.
Die Sparrow die hadden we al. Ik wil eigenlijk deze Ekans. Maar Sparrow die vloog eerder voor onze neus. Dus moeten we maar die Sparrow gaan vangen. Ah, dit is jammer. Dat is super jammer. Ik ga hem wel gewoon proberen te vangen natuurlijk. Want elke Pokémon die we kunnen vangen, moeten we ook gewoon vangen. Want ja, je kan ze misschien nog wel nodig hebben op het einde als er zomaar een Pokémon down gaat. Onze tweede Sparrow. Yes, onze tweede Sparrow. No. 122 XP. Queen gaat een leveltje up. Dat is wel heel chill. We hadden onze vorige Sparrow ook een nickname gegeven. Dat moeten we eigenlijk dus bij elke Pokémon doen. De vorige heette Snavel. Ik noem deze Vlieger of zo. Ik weet het anders ook niet, jongens. Alright, let's go. Helaas geen Charmander gevonden. En die Ekans zagen we net te laat. Dat is echt heel erg jammer. De lure is ondertussen uitgewerkt. En dan gaan we deze kant op. Oh, hier ligt nog een Pokéball. En dat zijn 3 Great Balls. Ik ben trouwens wel een beetje bang. Want als we richting de brug gaan, dan komen we onze rival tegen. Maar laten we dan sowieso eerst naar het Pokémon Center gaan. Ja, dan kunnen we gewoon veilig naartoe, dacht ik. Ja, toch? Dan kunnen we veilig naartoe. Oh, ik schrok me dood. Ik dacht dat misschien onze rival ons toch had gezien. Maar Eevee zit iets. Eevee die denkt, oh, wat een leuk fonteintje. Wil je wat geld in de fontein gooien? Ja, joh, hier 500 zit erin. Top. En nu? Wat hebben we nu? Krijgen we hier iets voor? Oh, hè? Wat is dit? Oh, Eevee wordt er gewoon blij van. Oh, ik dacht even dat we iets uit die fontein kregen, jongens. Jammer genoeg niet. En dan gaan we snel onze Pokémon healen. Want zoals jullie weten waren Eevee en Sky gepoisoned. En dat gaat nu gelukkig weg. Voordat we onze rival tegen gaan komen. Maar wat wij ook gaan doen, is onze Eevee echt even wat goede aanvallen leren. Dat doe je bij deze meneer. Deze meneer leert je allerlei goede aanvallen. Dus let's go. Bouncy Bubble, jongen. Ik wil het allemaal. Sowieso. Bouncy Bubble. Geef mij. Dat doen we dan in plaats van Tackle. Hoppakeetje. Tackle mag weg. Bouncy Bubble. En ook die andere twee. Buzzy Buzz. Helemaal prima, jongen. Buzzy Buzz mag je ook leren. Dat mag dan in plaats van Sand Attack. Hoppakeetje. Buzzy Buzz. En dan heb je nog een laatste aanval voor mij. Je hebt namelijk ook nog Sizzly Slide. En die mag dan in plaats van Quick Attack. Yes. Lekker. Sizzly Slide. Nu is mijn Eevee zo OP, hè. Nu die dit allemaal geleerd heeft. Met deze Bouncy Bubble regenerate je zelfs HP. Dus het is een soort van Mega Drain, maar dan in een watervariant. Buzzy Buzz kan je tegenstander met Paralyzes achterlaten. Of volgens mij gebeurt dat zelfs altijd, zoals het hier staat. En Sizzly Slide doet dat met een Burn. Dus ja, mijn Eevee is nu echt supergoed. Wij gaan door. Maar wij gaan niet naar de gym. Ik ga eerst naar boven. Ik ga eerst richting Bill. Ik ga Bulbasaur niet meenemen. En ik ga ook boven Charmander niet meenemen, omdat ik geen gift Pokémon wil. In een Nuzlocke Challenge hoor je namelijk geen gift Pokémon te accepteren. Ik vind het veel leuker om een Pokémon dus zelf te vangen, zelf te trainen. Dat hoort gewoon een beetje bij een Nuzlocke Challenge. En we vinden hier even een Rare Candy. Ja, je kan niet genoeg Rare Candies hebben, man. Oké, dan gaan we nu richting de brug. De welbekende brug. De brug die jullie allemaal wel kennen. En daar komt onze rival sowieso aangelopen nu, voordat we die brug opgaan. Kijk, daar is die. Nuzzy. Die zegt, ah, je gelooft het niet. Nee, een Pokémon Badger. En hij wil gewoon battelen, blijkbaar. Daar is die jongen. Pokémon trainer Nuzzy. En die gooit er even een Pidgey uit. En dan, ja, ik heb mijn Eevee natuurlijk ready. Met al die nieuwe aanvallen die hij nu kent, jongens. Kijk, laten we Buzzy Buzz proberen. Die is sowieso super effective. Pidgey doet wel even een Quick Attack. Want hij wil me toch wel graag raken, blijkbaar. Kijk dit. Kablam. Oh my gosh, deze Eevee, jongen. Deze Eevee is nu helemaal gek. Butterfree, onze Pillar, gaat naar leveltje 12. Dan gaat hij nu een Oddish eruit sturen. Misschien kan Pillar dit wel. Ik ben benieuwd. Misschien kan Pillar het wel tegen deze Oddish. Ik hoop het. Pillar is in ieder geval level 12. Ik denk dat Oddish ook zo ongeveer level 12 moet zijn nu. Ja, kijk, hij is ook level 12. Ik ben benieuwd. Mijn Gust is in ieder geval super effective tegen Oddish. Dus, ah, oh, net niet de helft. Hij doet Poison Powder. No, geen Poison. Ik wil geen poison. Oh, dit doet altijd zoveel pijn. Nou, het valt op zich wel mee, maar het is gewoon heel gemeen, dat poison altijd. Hoppakee, doen wij weer een gust op zijn hoofd. Houdt hij volgens mij echt letterlijk 1 HP over nu. Hij doet acid. Oké, gelukkig. Dit ging goed. Ik was bang voor die acid. Nog 1 gust en dan heeft Pillar gewoon Oddish verslagen. What's happening? Hij gebruikt een item. Hij gebruikt een item, een potion. Ja, en dan heeft hij weer gewoon 1 HP over. Hebben wij weer last van die poison inderdaad. En dan zijn we toch al voor de helft kapot. Maar dan met deze beurt gaan we eindelijk Oddish fixen. Doei doei Oddish. Yes, lekker gedaan Pillar. Lekker gedaan. Ik ben trots op je.
76 XP. Hoppakee, steenkop naar level 11. Onze Geodude. Ja, dan wordt hij toch nog een keertje geraakt door poison. En dan gaan we heel snel wisselen. Nu krijgen we te maken met Pikachu. Zou steenkop dat al kunnen? Er is volgens mij niemand die een ground type attack kent. Nee, ook Nidoran nog niet. Dus dan gaan we toch maar voor Eevee. Gewoon voor de zekerheid, hè. Want je wil niet dat je Pokémon down gaat. Ik ga echt huilen, denk ik. Als ik straks afscheid moet nemen van mijn eerste Pokémon. Dat gaat echt heel pijnlijk worden. Dat wil ik niet. Ik wil dat moment niet. Oké, let's go. We gaan voor Sicily Slide. Sicily Slide op de Pikachu. Oeh, die deed pijn. Zo. Die deed superveel pijn. En kijk hoe weinig pijn zijn Thundershock doet op mij. We hebben hem ook burnt. Oh, arme Pikachu. Oh, we klaren die Pikachu keihard, jongen. Deze moves zijn te sick. Niet normaal. Echt niet normaal. Jeetje. En dan gaat Eevee ook nog een level up naar level 16. Man. Oké. Eevee. En nu ze zegt, ik ben al wat rustiger en we krijgen nu 520 Pokémonies. Ah, zie je, hij haalt weer diep adem en hij zegt, oké, ik ga het nog een keertje proberen. Sorry dat ik zo gek werd net, maar verderop is een huis en daar is een Pokémon Fanatic. Dat is natuurlijk Bill, daar gaan we nu ook naartoe. En Nussie wilde daar langs, want hij dacht, misschien ga ik wel een zeldzame Pokémon zien of zo. Maar wat hij daar aantrof, en hij vraagt ons om niet gek te worden, maar Bill was daar niet! Er was een Pokémon en die Pokémon praat. Nou, we weten natuurlijk allemaal hoe dat afloopt. We weten allemaal wel wat daar aan de hand is, denk ik. Oh, ik vind het toch heel verleidelijk om gewoon die gym te gaan doen eigenlijk. Maar ik kan dat gewoon beter niet doen, denk ik. Alright, mijn Pokémon zijn weer geheeld. Voor degenen die het niet weten, in dit huisje kan je dus een Balbazar vinden als je dat zou willen. Wij gaan dat niet doen. Wij gaan gewoon richting de brug. Let's go! Kom je mee, Butterfree? Oké, de eerste is een bug catcher. En daarvoor ga ik gewoon eens Steenkop proberen. Steenkop is level 11, onze Geodude. Ik ben benieuwd of die deze bug Pokémon al kan verslaan met zijn steenaanvallen. Die zijn namelijk wel super effective. Maar ja, ik weet niet hoe sterk zijn bug Pokémon. Dus kijk, een Venonat is natuurlijk wel even een stukje beter dan een Metapod of een Kakuna. Hè? Dat is natuurlijk wel zo. Kom op, Geodude. Oh, die Venonat is level 9. Oké, dan heb ik er wel vertrouwen in. Wij gaan gewoon Rock Throw doen. Oh, hij doet supersonic. Hij is sneller. Dit is wel een ding. Nu zijn we confused en nu gaan we waarschijnlijk onszelf raken. Of gaan we toch gewoon rock throw doen? Nee, we raken onszelf nu. Dit is echt heel naar. Ik ga dan nu ook gewoon switchen. Ik ga nu switchen naar Pidgey, naar Sky. Want als we onszelf blijven raken en die Venonat gaat ons ook raken, dan hebben we op een gegeven moment echt een probleem. Stomme Venonat. Ben jij sneller, Sky? Ja, Sky is sneller. Doe maar een gust op die Venonat. Heel goed gedaan. Hij doet nog een keer tackle en dan kunnen we met onze volgende gust kunnen we hem gewoon verslaan. Pak hem! Hoppa! Doei, Venonat! Dag, later! Alright, ja, ik heb geen idee welke Pokémon ze allemaal hebben. Ik zet nu Queen vooraan. Dat is dus mijn Nidoran en ik ben dus ook heel erg benieuwd waar Les Alley mee aankomt. Ah, maar de Psyduck. Ik zat nog te twijfelen of ik misschien gewoon een spruitje vooraan moest zetten. Maar ik dacht, ja, ze hebben hier vast nog geen watertype Pokémon. Maar wel dus. Nou, laat ik het maar gewoon gaan proberen dan tegen die Psyduck. Doe maar even een bite. Eens even kijken wat die bite doet. Ja, 1/3 damage. Oh, en hij is flinched. Dat is lekker. Lekker bezig, Nidoran. Goed gedaan, Queen. Heel goed. Wel, kan je dat nog een keer doen? Kan je dat nog een keer doen? Nee, helaas. Nu krijgen we wel een water gun op ons hoofd. Maar, ja, Queen doet dit gewoon, jongen. Kijk eens. Hoppa. En dan is het al gedaan met Psyduck. Lekker gedaan, Queen. Psyduck heeft weer hoofdpijn. Psyduck gaat erbij liggen. Dan hebben we de tweede trainer op deze brug verslagen. En gaan we door naar de derde. Gaan we het nog een keer met Queen proberen? Oh, snap. Oké. Hij zegt, it won't be easy. Het wordt niet makkelijk. Youngster Timmy met zijn mooie Weedle shirt gooit er een Sandshrew uit. Ja, ik had echt spruitje moeten gebruiken hiervoor allemaal. Ik moet natuurlijk heel snel Nidoran nu weer binnenboord halen. Want als ik een ground type attack op mijn hoofd krijg, dan heb ik een probleem. Let's go, spruitje. Jij kan dit, jongen. Die is zo leuk. Ik heb het in de vorige aflevering al gezegd. Ik vind Sandshrew echt super leuk. Een van de leukere generatie 1 Pokémon. Maar ja, we gaan natuurlijk wel gewoon proberen om het te verslaan. Hij doet weer een Sand Attack. Dat zorgt ervoor dat we misschien iets minder moeilijk... Nee, iets minder makkelijk gaan raken. Maar we gaan het wel zien. Kan je deze Vine Whip ook raken? Lekker spruitje. Hoppa. Bye bye, Sandshrew. 59 XP, Queen ook. En dan zijn we klaar met Youngster Timmy. Moeten we nog twee trainers en de baas hier zo verslaan. De baas van de brug. Ik zet nu gewoon een spruitje vooraan en dan zie ik het wel. Even kijken met wie jij komt. Number 4, Getting Tired. Nou, valt nog wel mee. Valt nog wel mee. En ik heb mijn Eevee nog achter de hand, hè. Dat scheelt. Les Rally heeft ook één Pokémon. En die Pokémon is Meowth. Meowth. Normal type Pokémon. Meowth moet je niet onderschatten, denk ik, jongens. Het blijft leuk. Alright, wij gaan gewoon voor een Vine Whip. Oh, hij doet Fake Out.
Ja, dan kunnen wij nu niks doen. Moeten we straks wel een beetje op gaan passen. Kijk eens. Ja. Pak hem. Oh, lekker spruitje. Ik heb wel vertrouwen in mijn spruitje. Hij doet nog een keer bite. Wij doen nog een keer fine whip. En dan is het klaar met Meowth. Met deze level 10 Meowth. Mazzel. En dan denk ik dat spruitje een level up gaat. Hoppa, level 15. Lekker hoor, spruitje. Met zijn dunne lichaampje. Oké, spruitje mag nu even naar achter. Je mag even plaats gaan maken voor Sky. Ik denk dat ik dat met Sky ga proberen deze battle. Number 5, I'll stomp you. Oftewel, nummer 5. En hij gaat me verslaan, stoppen. Met een Growlithe. Oh, een Growlithe. Vet hoor. Nice. Wij doen Quick Attack. Dan ben ik benieuwd wat Growlithe straks mee aankomt. Met Ember. Hoeveel pijn doet Ember? Valt tot nu toe wel mee. Ik kan er nog wel eentje hebben. Dan hoop ik alleen niet dat ik burned raak. Hij doet nu bite. Oh, het wordt tijd voor Eevee. Het wordt gewoon tijd voor Eevee. Laten we het zekere voor het onzekere nemen, jongens. Ik wil niet dat Sky kapot gaat. En dan fixen we het met Bouncy Bubble. Kablam! Hoppa! Heel goed, Eevee. En Eevee is weer gelijk vol. Gelijk weer volle HP. Nice. 77 XP. Sky groeit naar leveltje 15. Die gaat al bijna evolueren. Die gaat Wing Attack leren. Nice. Wing Attack is best wel een sterke aanval. Het is wel zo dat mijn Special Attack beter is dan mijn Physical Attack. Nou, ik ga hem toch maar in plaats van Gust doen, denk ik. Want Gust ga je later toch ook wel weer vergeten. Omdat hij toch niet super sterk is. Dus toch maar gewoon Wing Attack. En Queen gaat ook naar level 15. Nice. En die wil Helping Hand leren. Ga ik niet doen. Ja, en dan de laatste battle hier zo. En daar gaan we gewoon Eve voor gebruiken, jongens. Ik ga dit doen met Eve. Hij zegt gefeliciteerd. Je hebt alle 5 trainers verslagen. Je krijgt een prijs. Hoppa. En we krijgen een nugget die we voor 5000 Pokémonies kunnen verkopen. Maar jullie weten het. Deze man is van Team Rocket en hij wil dat wij hem gaan joinen. En ik ga hem niet joinen. Hij vraagt het 100 keer. Hij zegt dat we moeten joinen en we doen het niet. We gaan hem gewoon aanpakken. Wie denkt hij wel niet dat hij is, man? Deze vent. Kom op, Team Rocket Grunt. Hij gooit er een Zubat uit. Hij heeft 2 Pokémon. De eerste is een Zubat. Kom op, Eve. Je kan het. Doe maar een Buzzy Buzz op zijn bakkes, Eevee. Komt-ie. Boom. Super effective. Dikke doei. Wie is je tweede Pokémon dan? Met wie je me wil gaan pakken? Steenkop groeit naar level 12. Die wil Stealth Rock leren. Ja, die is op zich wel chill. Doe maar in plaats van Defense Curl. Stealth Rock zorgt er namelijk voor dat elke Pokémon die de tegenstander het veld ingooit, dat die begint met damage. Omdat ze landen op spijkers. Op harde spijkers. Nou ja, op harde stenen eigenlijk. Het zijn geen spijkers, het zijn stenen. We moeten in ieder geval nu tegen een Koffing. En Eve kan het, jongen. Eve is een dikke baas. Welke gaan we doen? Sizzly Slide? We gaan Sizzly Slide doen. Daar kan hij vast niet tegen. Hoppa. En hij is burned. Lekker, man. Oh my gosh. Die Eevee is zo'n dikke baas. Dat is niet normaal. Finishen we het even met Bouncy Bubble. Kom op. Bouncy Bubble op je bakkes. Hoppakee. Lekker. Goed gedaan, Eevee. Nice. En dan hebben we iedereen op deze brug verslagen. Inclusief deze Team Rocket guy, jongen. Nee, ik wil je niet joinen. Ga maar weg. En dan is dit het einde van de video. Ik ga nog even naar het Pokémon Center om mijn Pokémon te healen. En in de volgende aflevering gaan we zien welke Pokémon we op deze route gaan vangen. Want hier mogen we gewoon weer een nieuwe Pokémon vangen. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel.